uit je mouwen, klauwen uit je mouwen. Werken met je donder, werken met je donder. Hallo iedereen, ik ben Eking van Paarmei Media. Wij staan hier vandaag bij de bekende plek IKEA. IKEA. Vandaag gaan we klauwen uit de mouwen doen. Komen jullie mee? Hallo, ik ben Eking. Hi, ik kom hier vandaag stage lopen. Leuk. Nou, wees welkom. Wij gaan vandaag aan de slag met jou. We laten zien wat wij hier allemaal doen vanuit Paarmei, ondersteunend aan IKEA. We hebben ongeveer 11 mensen op een dag lopen en wij ondersteunen op alle afdelingen van IKEA. We zijn bij koken en eten, we zijn bij textiel, bij opbergen, maar ook heel veel leuke dingen te doen in het magazijn. Pickingslopen doen we ook heel erg veel. We hebben mensen die staan bij opbouwen, die lopen de hele dag de bekende kastjes van IKEA aan elkaar te zetten. Dat doen ze hartstikke goed. Dus dat is even heel snel gezegd wat we hier doen. Ik hoop dat je het leuk vindt om met mij in de afdeling op te gaan om dan te zien wat we daar doen. Ja, natuurlijk. En dan kan je lekker ook nog met een cliënt praten die daar aan het werk is. Ja, goedemiddag, ik ben Camilla Senior. Ik werk bij IKEA. Ik doe ontbijt elke ochtend bijvullen. En die vitrine ook gewoon bijvullen, zeg maar. Dat is mijn werk hier bij IKEA. Het is echt, ik zit op mijn plek hier, dus ik vind het heel hartstikke leuk. Ja, ik ben Stacy. Ik werk op de afdeling textiel. En dat doe ik nu bijna 2 jaar al. Ik doe de artikelen netjes opruimen. Ik ondersteun de collega's van de afdeling. Ik doe ook wel eens verbouwingen. En dat is superleuk. Is de textiel moeilijk? Nee, qua werkzaamheden is het niet moeilijk. Alleen qua productkennis is het wel iets ingewikkeld. Maar het is te leren natuurlijk. Ik vraag ook heel vaak gewoon informatie als ik iets wil weten. Kan ik je ergens mee helpen? Ik heb nog een retourentoy staan, een stukje verderop. Dus als je wil, mag je me helpen. Oké, dat wil ik wel. Ja? Oké, dan gaan we daar naartoe. Hoe vind je het om hier te werken? Hartstikke leuk. Ik doe het met veel plezier. Ik kom ook met veel plezier binnen. Wat vind je dan leuk? De werkzaamheden. In contact komen met klanten natuurlijk. En om ze te helpen. En als ze met een goed gevoel weer in huis gaan, dan ben ik ook weer hartstikke blij. Wat ik leuk vond van de textielafdeling was dat ik veel kon leren van je. En je hebt me ook duidelijk uitgelegd waar alles zit. En ik vind het best wel een leuke uitdaging. Fijn om te horen. En fijn dat je het ook hartstikke leuk vond. Ik ben Boer, ik ga even een tutje doen. Ik ben Hans van der Linden en wat doe ik hier? Ik werk bij IKEA op de afdeling koken en eten. Ja, dat bevalt mij prima. Ik doe het al 23 jaar. Hoe vindt u dat de medewerker van Paarmei doet? Hartstikke leuk. Maar je moet de mensen dus die bij Paarmei zijn, moet je gewoon als gelijke behandelen. En soms gaan we wel eens te ver. Tenminste, als ik naar mezelf kijk, dan ga je mensen die taken geven. En dan denk ik, dan krijg je dus van een leidinggevende, dat moet je misschien nog net even niet doen. Maar ik ben er hartstikke blij mee, want jullie vullen enorm veel op en wat mij betreft blijven. Wat doe ik dan? Ik loop de pickings, ik bouw de meubels op. Ik help ook de gasten. Er zijn ook een paar andere gasten die je dan aan opbouw zijn en die nog niet zo ver zijn. En die help ik dan te ondersteunen om, als ze er niet uitkomen, als ze het niet snappen, om te helpen met opbouwen. Wat vind je van deze werkplek? Ja, ik vind het een hele mooie werkplek. Je draait echt met een bedrijf, met een team mee. Dus ik vind het echt een mooie werkplek. Ik vond het hartstikke leuk. Ik vond de mensen heel aardig, vriendelijk, beleefd. En ze hebben me goede advies gegeven hoe je dat moet zetten en waar je moet zetten. En dat vind ik eerlijk gezegd goed. En als je werkt, krijg je ook gratis lunch erbij. Dat is fijn. Doei.